Zomaar langs de kant van de weg tussen Venray en Overloon staat een Brits monument dat herinnert aan oktober 1944, toen oprukkende geallieerden slaags raakten met de Duitse bezetters. Het is een initiatief van de D-Day-veteranen uit het 1e bataljon van het Royal Norfolk Regiment, die op plaatsen waar ze veel kameraden hadden verloren een gedenkteken wilden oprichten. We staan hier bij de piramide van de Peel. Het is een Brits monument waar oorspronkelijk een soldaatje op heeft gestaan. Ja, ja daar, helemaal in het begin natuurlijk niet. In het begin heeft alleen de piramide er gestaan. Die trouwens opgetrokken is helemaal uit steen die uit Engeland komt. De metselaar kwam uit Engeland, alles uit Engeland. Pas in 1989, een jaar later, is Bill Holden gekomen. Bill Holden heeft het soldaatje geschonken. Helaas, na 2 jaar was het soldaatje ineens, of 2 jaar geleden is het soldaatje verdwenen. We hebben alles afgezocht, mensen hier in de buurt hebben alles afgezocht. Zelfs de brandweer heeft ernaar gezocht, we hebben het niet terug kunnen vinden. Tot een tijdje geleden iemand het afgegeven heeft bij de politie, hier in de sloot gevonden heeft. De politie die heeft het uiteindelijk naar de gemeente gebracht. En een gemeenteambtenaar die dacht van, gods, volgens mij kennen we hier wel iemand die daar wel weg mee weet. En dat was Rijn Blauw. Rijn Blauw is er inderdaad mee aan de slag geweest, maar je weet hoe dat gaat vaak, hè? Dan druk. En het is blijven liggen. Tot een paar weken geleden wij er ineens binnen het historisch platform Venray op geattendeerd werden dat het beeldje er nog was. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb het beeldje van Rijn Blauw overgenomen. We hebben het naar het Kruis en Kapellen, Stichting Kruis en Kapellen gebracht. En Stichting Kruis en Kapellen is ermee aan de gang gegaan. En dan de Stichting Kruis en de Kapellen, die hadden dus de taak op zich genomen om voor de restauratie van het beeld. En laten we daar eens gaan kijken hoe dat gegaan is. De Stichting Kruis en Kapellen krijgt dan een aantal brokstukken aangereikt, waarvan er 1 geheel moet worden gemaakt. Hoe gaat dat in zijn werk, Koos? Nou, dat begint met eerst uitzoeken wat voor materiaal het is. En dat was in dit geval slecht. Dat was kunststof, er zat polyester in. Een heleboel kleine spijkertjes zaten ertussen. En we hebben hem geprobeerd weer aan elkaar te krijgen allemaal. De sokkel zat nog op het monument zelf. Dus die hebben we eraf gehaald. De loper is afgebroken. Daar hebben we er eentje aan gezet van ijzer. En dan krijg je uiteindelijk een compleet ding weer. En als je dat dan een beetje bijstopt op de plekken waar het nodig is, dan zie je straks niet meer dat die gerepareerd is. En dan heb je dus een origineel wat je kunt gebruiken om een mal van te maken. En die mal die gebruik je dan voor een nieuwe ding af te drukken, een nieuwe beeld af te drukken. Wat voor materiaal wordt ervoor gebruikt? Daar gebruiken we kunststoffen voor. We pakken het originele beeld in 2 helften, zal ik het maar zeggen voor het gemak. En die 2 helften die zijn van een soepele stevige rubber. Dus die kun je lossen en dan heb je, als je het origineel eruit haalt, weer een holte. Die holte die gieten we vol met kunststof. Dat kunststof dat wordt daarna op de randen natuurlijk weer schoongemaakt en afgevlakt. En dan is de kwestie van de buitenste halve millimeter om er weer een brons look aan te geven. Het schiet ontzettend mooi op. Het is een prachtig beeldje geworden. Het is prima, ze hebben een mooie mal. Het is nou van materiaal in ieder geval geen brons. Dat is voor iedereen wel belangrijk om te weten. Dus het heeft geen enkele zin om het er nog een keertje af te halen. Daarbij vind ik dat er zoveel respect moet zijn voor dit soort monumenten dat je daar met je vingers afblijft. Maar Stichting Kruis en Kapellen hebben er een heel mooi beeldje van gemaakt. En dan wordt het binnenkort weer herplaatst? Ja, de bedoeling is 4 mei, 's middags om 4 uur, dat het met enig ceremonieel weer op zijn plek onthuld wordt.